Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dat de islam een geweldige ideologie is die haat en terreur met zich meebrengt en dus niet bij Nederland hoort. 2. Sluit onze grenzen onmiddellijk voor asielzoekers en immigranten uit islamitische landen. Zeg Schengen op en voer weer eigen grenscontroles in. 3. Begin met het ontmantelen van de instituties van de islam, zoals moskeeën. En begin bijvoorbeeld met het sluiten van al die moskeeën die buitenlandse financiering krijgen en waar bijvoorbeeld Diyanet, het Turkse ministerie van godsdienstzaken, de baas is en niet wij. 4. Sluit iedereen op die met geweld dreigt of geweld gebruikt of zet ze ons land uit en pak die honderden aanhangers en die duizenden sympathisanten van de jihadistische beweging in Nederland, als het moet, preventief op. Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land. What the changes in India's population and the differential growth rate. Rationales about why it's not ending. What's your rationale? We have a very special guest on the record. The interview. The role that the US side played at that point of time. Puri duniya ki nazar. Assume my phone is tapped. I can probably say hello to Mr. Modi. Aapke Bharat par hai. Pakistan has a unique negotiating style. The rising confidence of India under Prime Minister Narendra Modi. Communist China is the greatest threat. There will come a day that we will see far more radical extremists. I'm still a little perplexed by why we have... Your daily dose of news from India and across the world. Cutting-edge views and analysis. Tune into HD videos, click on the bell icon to subscribe.